Wat bedacht Cosbo voor ouderen om de coronatijd creatief door te brengen? Cosbo die heeft iets heel leuks bedacht voor alle ouderen in de gemeente Almelo. En wij denken dat er heel veel creativiteit zit bij ouderen. En nu ze gedwongen thuis zijn, lijkt het ons mooi om daar ook iets mee te gaan doen. En nou hebben we een wedstrijd uitgeschreven dat ouderen kunnen daaraan meedoen. En er zijn 4 categorieën. Mandala's kleuren, fotografie, een gedicht schrijven of een verhaal maken. En mensen kunnen dat inleveren bij ons. En er zijn hele leuke prijzen. In ieder geval voor de eerste prijs in iedere categorie is dat €100. Dus dat is best wel veel geld. En er zijn nog een aantal troostprijzen. De mensen kunnen het inleveren liefst digitaal als dat kan. Dat is roel.dracht met een G. Apenstaartje ouderenverenigingalmelo.nl. Als het niet lukt om het digitaal in te leveren, dan kan dat ook via de post of u kunt het even langs brengen bij Almelo Sociaal ter attentie van Lili Altena. En dat is Grote Straat Zuid, nummer 174, 7607 CZ in Almelo. Als alles achter de rug is en we mogen elkaar weer ontmoeten, dan hebben we een hele gezellige vrijdagmorgen in het Huis van Katoen en Nu. En daar worden de prijzen bekendgemaakt.